Nou, als je dit filmpje ziet, Jan, is het een rijk overzicht van Pinkpop. En daar komt Justin Bieber erbij. Was het heel hard werken, Justin Bieber, naar Landgraaf halen? Of viel dat heel erg mee? Nee, dat was vorig jaar oktober al bekend dat hij een tournee wilde maken. En ik kan je zelfs zeggen dat 24 oktober hij al een beslissing nam. Althans, zijn manager, wij gaan het doen. 27 november is nog een afspraak geweest in Los Angeles. Samen met Leon, de dame die voor mij alles regelt, Kim Bloem van Mojo. Die heeft het afgemaakt met de manager. En die hebben erop trommelen. De voorzitter van de programmacommissie hebben in Los Angeles gesproken over wat gaan we dat doen, hoe en wanneer en hoe laat, donker, niet in de donker, dat soort dingen. Dat moest allemaal nog aan de orde komen. Maar dat die kwam, was het 24 oktober al zeker. Dat was al zeker. Ja. Maar nu hebben we ook die tweede ontmoeting gehad, dus een aantal dingen zijn al duidelijk. Dus het is in het donker. Zoals het er nu voor staat, gaat hij niet in het donker spelen. Hij gaat over. Oké, hij gaat niet in het donker spelen. Zijn er nog andere zaken die we al kunnen vertellen wat hij wel of niet gaat doen? Een paar van die dingen bewaren tot 8 maart. Maar een paar ook niet. Een paar ook niet. Dus welke kunnen we alvast bekendmaken van Justin Bieber? Nou, hij doet heel gewoon. Ik heb vandaag nog gebeld naar Jan-Chris de Koeier. Dat is de man die voor mij alles met die groepen regelt. Wat heb je nodig? Zoveel bommen, zoveel vuurwerk, zoveel dit en zoveel dat. Hij zei, verdomme nog toe, het blijft heel gewoon. Tot nu toe. Till so far. Weet je wat ik wel moest denken aan Justin Bieber? Het is een hele goede live-artiest, hè? Maar, we weten ook allemaal van Justin Bieber, hij heeft soms ook een beetje dat hij denkt van, blijft hij wel staan überhaupt op het podium? Heb je dat wel gezien, dat hij soms wegloopt? Hij doet gekke dingen, maar dat is een jong manneke, hè? Kijk even mee, dit is bij een van, het is wel vaker met één van zijn optredens, ja, denk Justin, ik heb er geen zin meer in. Alright. I just need you guys to get warmed up so I can get. Hey, no, what are you doing? Yo, what are you doing? Stop it. Come on, I said stop it. Yo, what are you doing? Come on. Guys, yo, listen to me. Are you listening? Okay, I'm trying to wipe the floor. Give me a second, yo. Guys, never mind. I'm done. I'm not doing the show. No! I'm not doing the show. Geweldig. Je hebt ook zo'n verhaal gehad met Mick Jagger, die niet met tv-camera's. Is dit onderdeel van de onderhandeling van, hey, luister, we willen wel graag dat je op het podium blijft staan? Zeker. Toch? Ook live en niet semi-live, liever niet. Dus dat zijn allemaal van die voorwaarden. Dat hoort allemaal bij, ja. En wat is de rol geweest, als er al überhaupt een rol was voor Martin Garrix? Want die staat ook op Pinkpop. Die twee zijn heel goed met elkaar natuurlijk. Heeft dat nog een rol gespeeld dat hij dacht, nou? Nou ja, het is absoluut. Ze gaan ook nog een nummer maken waarvan we ze alle hopen dat het een hit gaat worden. Dus dat wordt op dit moment geregeld in, ik dacht in Australië. Maar zeker ben ik daar laatst niet van trouwens. Maar er is contact geweest. Ze hebben op Instagram hebben ze dingen verteld. En dat is ook voor ons de aanleiding geweest. Nu moeten we het bekendmaken. Anders gaan zij het doen. En dan lopen wij wel achter de feiten aan. Nou, is Justin Bieber is een populaire man. Is een van de populairste artiesten op dit moment. De prijzen die reizen de pan uit. Je kan het betalen. Is er korting aan te pas gekomen, vroeg ik me af? Er is geen korting aan te pas gekomen. Dus gewoon de volle prijs? Full price. Maar dan praat je. Ik weet dat Daft Punk was ongeveer 1 miljoen per dag. Justin Bieber is een paar keer groter. Dus dan praat je over een paar keer meer miljoen per dag. Ik weet het niet. We hebben afgesproken dat we geen mededelingen doen. Er zijn zoveel verhalen de ronde over de miljoenen van de Stones, de miljoenen van McCartney, de miljoenen van Bruce Springsteen. Het gaat inderdaad over miljoenen. Maar hoeveel, dat willen we toch gewoon iedereen over laten speculeren. En hoe lang treedt hij dan op? Hij gaat, als het goed is, 2 uur optreden. Oh, dat is nog best wel lang. Dat is wel lang. Best lang. Moet je nog volhouden. Ja, nou houdt hij wel vol. Hoe kijk je naar de reacties? Want sommige echt diehard Pinkpoppers, als je kijkt naar social media, die zijn dat echt, vonden het verschrikkelijk. Weet je, oh wauw, volgens mij is Jans meest seniel aan het worden zelfs. Dat is Theo Jansen, die dat zegt, niet ik, maar erg jammer. Maar sommige zijn wel positief, niet zeuren over Justin Bieber, gewoon vernieuwend. Jij zit in die laatste categorie natuurlijk, maar hoe kijk je naar die diehard Pinkpoppers die dit vinden? Nou, eerst plaats, ik heb dit altijd meegemaakt. Zolang ik al 47 jaar Pinkpop doe, het was al bij de eerste Pinkpop in Geleen, was er al commentaar op het programma. Wat is dit nou? En dat heb ik altijd meegemaakt. Dat betekent gewoon dat popmuziek, dat is heel breed, hè. Je houdt ervan of je houdt er niet van. En gelukkig hebben wij met onze gemeleerde programmering heel veel mensen aan ons gebonden. Hè? Afgelopen jaar was het gewoon met 70.000 mensen per dag gewoon volledig uitverkocht.
dat wordt weer verwacht. Ik wil dat heel voorzichtig uitdrukken. Het kan best zijn dat er veel mensen afhaken. Maar dat zien we wel. Maar er zijn zoveel mensen die zijn bezig met popmuziek. Dat is ongekend. Dat wordt gewoon iedere keer onderschat. En dat merken wij vermoedelijk 11 maart als wij de kaarten gaan verkopen. Zullen we weer zien dat ze met kilometer in de rij gaan staan voor kaartjes.